We hebben een hele grote groep met oproepers. En toen dachten we, hier moeten we iets meer voor doen. Het zijn goede technische medewerkers, zijn super enthousiast, echte OGD'ers. Maar hoe kunnen we hun eigenlijk meer betrekken bij OGD? En toen kwamen we met het idee, waarom niet 24 uur met OGD? Waarbij ze binnen 24 uur alle gebieden van OGD gaan aanraken op een leuke OGD-manier. Sowieso huidige processen eerst. De Kamer, die hebben de makerspace gecreëerd. De Ultimaker, die hoorde erbij. Toen hebben we eigenlijk de case een beetje uitgelegd. We hebben ook een presentatie gegeven van What's in it for you? Wat is er belangrijk voor hun hier? Wat kunnen ze hier eventueel gaan doen? En we hebben ook juist veel meer mensen uit de organisatie laten zien. Zo'n flame manager. Toen zijn ze ook langs de service delivery managers gegaan. Hebben ze daarna ook met PowerShell gescript. En zijn ze eigenlijk ook bezig met het maken van een webapp samen met de softwareontwikkelaars. Aan de andere kant zijn we ook een heel erg informeel bedrijf. En natuurlijk ook een beetje dat competitiegevoel is er ook wel een beetje hier. Dus we hebben gisteravond bijvoorbeeld een Samen Slimmer Cup gedaan. Waarbij ze eigenlijk verschillende spelletjes tegen elkaar moesten spelen. Om een beetje die uitdaging te zoeken. Maar ook een beetje natuurlijk het nerdige technisch naar voren te krijgen. Ja, het is dus echt 24 uur. Ze begonnen gisteren om 5 uur 's middags tot en met 5 uur 's middags op de vrijdag. Uiteindelijk, de hele case zorgt ervoor dat ze gaan presenteren aan het MT. Het MT is eigenlijk in dit geval de klant. En zij moeten hun bevinding gaan presenteren van welke oplossingen ze hebben bedacht. Waardoor hij zijn werk kan richten op wat echt belangrijk is. Dankjewel. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar zeker nu ik iedereen gesproken heb, dan zie ik ook dat die mogelijkheden er ook echt zijn. Leuk om te horen hoe divers de trajecten zijn die verschillende OGD'ers al doorlopen hebben. Eigenlijk tijdens deze 24 uur ben ik er echt achter gekomen dat ik vooral niet de techniek in moet. Dus is dat zo dankbaar. Ja. Onwijs bedankt dat jullie er aan hebben meegedaan. Yes. Ja. Dank. Voor ons maakt het niet uit of je een technische achtergrond hebt, ja of nee. Voor ons gaat het om dat je juist die affiniteit heel sterk hebt. Vind je het leuk om verder te leren? Vind je het leuk om de techniek in te duiken? Dan ben je eigenlijk voor ons gewoon een juiste kandidaat om mee verder te gaan.